De Stichting European Language Rights is een ambi-stichting gevestigd in Amsterdam en die komt op voor de taalrechten van Europese burgers en in het bijzonder de taalrechten van autonome minderheden. Het is nodig dat de stichting voor de rechten van deze mensen opkomt omdat we in een Europese Unie als Europees burger in feite gelijk zijn. Je kunt natuurlijk niet van gelijkheid spreken als 500.000 of 600.000 sprekers van de Estse taal meer rechten hebben, dus meer taalrechten en meer mensenrechten hebben dan 400.000 Friezen, 1 miljoen Hongaren, 100.000 Catalanen of andere taalkundige autonome minderheden. Een voorbeeld is als je kind bijvoorbeeld ziek is en je kind woont gewoon in een Hongaarstalig dorp, dan heeft ze ook het recht om in het Hongaars geholpen te worden in het ziekenhuis. Dat gebeurt niet altijd. Mensen zijn ondervertegenwoordigd in de publieke administratie en soms is er gewoon sprake van pure discriminatie. In 2016 heb ik een stem tegencampagne gehouden. Dat was de gelegenheid van het Oekraïne-referendum, naar aanleiding van het rapport Verraad aan het recht. Waar het kort op neerkomt, is dat de Europese Unie is uitgebreid met nieuwe landen, zoals Roemenië. Op papier hebben deze landen afspraken gemaakt over etnische stabiliteit, taalrechten en mensenrechten. Als je er zelf woont en je probeert die rechten te gebruiken, dan merk je dat er gewoon een ravijn is. Die integratie van die landen is gewoon niet af. Een andere campagne is een campagne waar we hebben gewezen op het feit dat Oekraïne eigenlijk een taaloorlog heeft. Roemenië nog steeds haar taalrechten niet naleeft. En een nieuwe campagne die we willen maken, die gaat erover dat de Europese Unie Oekraïne niet zomaar een kandidaat lid mag blijven terwijl ze zich niet aan haar eigen afspraken houdt. Die afspraken voor het verdrag van Straatsburg, het Europese charter van eigen talen, maar ook haar eigen wetten. Het probleem is heel groot. In de Europese Unie is bijna 10% van de bevolking behoort tot een autonome minderheid. Zonder een verbod en het naleven van discriminatie gaat de Europese integratie gewoon vastlopen. De Europese Unie gaat dan volgens mij gewoon uit elkaar vallen, zoals een ander rijk uit elkaar is gevallen, zoals Oostenrijk-Hongarije.